Beste YouTubers en YouTubies, in dit geval ga ik even een 16, 18 plus onderwerp bespreken, namelijk seks. Wow, wat Sammy, ga jij het nou over seks hebben? Ja, en ik ga het niet zomaar over seks hebben, ik ga het hebben over veilige seks. Afgelopen 9 februari was de Vrij Veilig Campagne Nederland. Dat was een enorme zaal met een heleboel kinders en een voorlichting over hoe je nu veilig seks moet hebben. Als je het hebt over veilige seks, heb je het natuurlijk maar over één ding dat te binnen schiet. Een condoom! Dit is een condoom. Ik heb het ook gewoon over seks. Waarom? Omdat het iets is wat dagelijks gebeurt zonder seks als jij niet en zonder seks en onze kinderen niet. Maar Samir, wat wil je nou eigenlijk vertellen? Wat moeten wij met die condoom? Je kent het vast wel. Dus lekker mee vriendin, op de bank, weekendje alleen, filmpje te kijken, gezellig, zet je bij, chill. Doe het gezelliger en nog gezelliger. Oeh, je gaat dicht bij elkaar zitten. Slaat je arm om haar heen. Begint haar wat te betasten, het wordt nog gezelliger. Begint met elkaar aan te raken en er wordt wat gezoomd en er wordt wat geknuffeld. En dat wordt intenser en intenser en intenser. En voor je het weet trekt ze je broek uit en beginnen jullie te krikken. Daar op die bank. Maar dat is natuurlijk niet de juiste bedoeling. Dat is natuurlijk niet wat je moet doen. Ja, maar Samir, wat zeg je nou weer? Ik bedoel, het was toch prima, het was gezellig, het ging geleidelijk, van beide kanten kwam het en bam. Ja, maar jullie zijn een stap vergeten. Je moet niet natuurlijk zomaar die broek omlaag trekken en seks hebben. Maar waarom dan niet, Samir? Wat zijn we vergeten? Oké, ik zal jullie nou het goede voorbeeld vertellen en het even op een andere manier vertellen. Jij met je vriendin, lekker op de bank, pizzaatje erbij, leuk filmpje op en het is gezellig. Je gaat dichter bij elkaar zitten en nog dichter bij elkaar zitten, je slaat je arm om haar heen. Je hebt je arm om haar heen geslagen. Je begint haar een beetje te strelen en te aaien. Niet dat vrouwen honden zijn, hè? Begrijp me niet verkeerd. En het wordt beter en gezelliger. En zij begint ook jou aan te raken en te betasten. Het wordt closer en closer. Je begint elkaar te zoenen en te knuffelen. Dat wordt inniger en inniger. Ho even! Heb jij wel een condoom bij je? What? Ja! Dan heb je dat dus. Als je echt de liefde voor elkaar voelt en echt pure seks met elkaar hebt, dan wil je elkaar geen SOA gunnen. En tenzij je elkaar helemaal hebt laten testen bij de huisarts, weet je niet zeker of je wel of geen SOA hebt. En de anderen ook niet. Want als je seropositief bent, dan heb je het zelf niet door. 22.000 Nederlanders hebben een SOA, waarvan 14.000 het toch maar weten. Nou, je moet er maar blij mee zijn als je lekker een potje seks hebt gehad met je vriendin en de volgende dag kom je bij de huisarts met enorme genitale fratten. Nee, dat vind je niet chill. Dus vandaar dat dit zo'n lief gebaar is dat iemand jou een condoom aanbiedt. Daarom ga ik binnenkort in een van de volgende video's ga ik condooms uitdelen. Jullie krijgen gewoon condooms van mij. Die kunnen jullie gewoon zo winnen. www.vrijsoavrij.nl. Als je daarop kijkt, dan kan je daar tips vinden hoe je beter seks kan hebben. En ook hoe het veiliger kan. En zoals ik altijd zeg, shazam, neuken doe je met een condoom. Tenzij je kinderen wilt of een SOA. En zoals ik altijd zeg, vlog on.